Vakcentrale C47 is tegen grootschalige ontbossing. Voorzitter Robbie Berenstein zei dat vandaag tijdens een persconferentie over de arbeidsomstandigheden in de bouwsector. Vanwege verplichtingen van Suriname in het kader van klimaatverandering en zoals verandering vervat in de Amazone Cooperation Treaty. De vakbondsleider vindt dat de ontbossing juist met de dag erger wordt en daartegen moet worden geprotesteerd. Maar we zien juist de verslechtering van de situatie. Daarnaast zien we dat er grote lappen grond worden uitgegeven. Meronieten, Minusapta, soort organisatie. Geef ons op zijn minst duidelijkheid daarover, want alles met Takasani. Maar er komt geen enkele duidelijkheid, geen enkele vorm van weerlegging vanuit de regering. En tot slot, wat ik wilde aangeven. Wij gaan alleen maar van meekantoor succesvol kunnen zijn als we al die instituten, al die organisaties die bezig zijn met dezezelfde issue, voor het Tibrabusi, voor het Desmarainabusi, als we een sterkere, meer eenduidige alliantie gaan vormen. De vakbond Stopper geeft verder aan dat C47 bezig is contacten te leggen met belanghebbende organisaties. Voorzitter bij de Bond van Slans Bosbeheer, SBB, het NIMOS, Dino Sopraien, zegt dat instituten betrokken moeten worden bij besluiten over ontbossingsbeleid. Want om het groenste land te blijven, moet je toch houden aan bepaalde afspraken. En moet je vooral de instituten bij betrekken in de bewegingen. Dus alvast als vakbond pleiten we ervoor dat SBB wordt een autoriteit. Ik weet dat we vorig jaar, ik denk augustus, tijdens ons 25-jarig bestaan, de voorzitter van het parlement op bezoek hadden. En hij heeft dat ook aangegeven dat hij daarvoor gaat. Ik wil een reminder geven dat dit zo snel mogelijk gebeurt. Maar bovenal hoor, want je kan een autoriteit zijn, maar je hebt de laatste tijd in Suriname dat er politieke benoemingen zijn bij als het gaat om directeuren of bepaalde hoge functies binnen bedrijven. Dat we gaan focussen op technocraten. Sopraien zei ook dat het beleid bepaald moet worden op advies van instituten die de nodige expertise hebben.